Ja, we gaan kijken wat er gebeurt wanneer men peper in water doet. Wat de reacties dan zijn. Oh, dat is interessant. Laten we maar even kijken. Ja, ik heb hier namelijk een grote peper genomen en ik heb hier water. Ja. Het is tot gewoon water. Ja, uit de kraan. H2O. Ja, ja, ja. Ja, ik voeg een beetje peper bij. Oh. En dat gaan we nu opdrinken? Nee, dat zal ik niet doen. Dat zijn toch wel bekante stoffen die daarin zitten. Ik zou dat niet echt doen. Oké. Wat gaan we nu doen dan? Ja, nu gaan we kijken wat er gebeurt. Hè. Ja, u ziet, op dit moment gebeurt er niet zoveel. Ik ben al het hele Het is wel niet echt spannend op dit moment, hè? Nee, het merendeel van de peper drijft. Dat konden we verwachten. Ja, ik ga eens even kijken wat er gebeurt wanneer ik mijn vinger in het water stop. Oeh, vinger in het water met peper. Is dat niet gevaarlijk? Het zou kunnen, maar ik denk het niet. Maar er zijn altijd bepaalde risico's aan de wetenschap verbonden, natuurlijk. Ja, ik snap het. Oké, laten we het dan. Ik ben wel een beetje nerveus. Ja, ik snap het. Nou, mevrouw, ik ben niet echt onder de indruk, hoor. Nee, er gebeurt blijkbaar niets. Nee, niet echt veel, hè. Ja, dat wil dus zeggen dat we nog iets meer moeten toevoegen aan ons experiment, natuurlijk. Wat zouden we doen? Wacht, ik ga deze bus met dit product afwasmiddel. Afwasmiddel. Op een vinger? Kijk, één druppeltje. Men weet nooit wat de reactie is. Maar... Ah, u hebt er wel een schone vinger mee. Ja, en zacht. En zacht. Dus ja, zachte handen. Ja, ja. Vingertop dan. Ja, vingertop, ja. Oké, nou. Laat zien. Je bent weer een beetje zenuwachtig. Ja, ik ben jou ook, ja. Wow! Wow, mevrouw! U ziet, er gebeurt iets. Ja, dat is ongelooflijk. En wat is gebeurd? Wat is gebeurd? Het experiment is gelukt. Het is gelukt, maar wat, ja. Hoe komt dat nu? Hoe komt dat nu dat dat gebeurt? Ja, er is wel een verklaring voor. Nou, wat is? Ja, het is namelijk zo, wanneer je water hebt in een kom, zoals dit, er is een bepaalde oppervlaktespanning bij het water. Dus het water blijft zoals het is. Maar voegt men iets toe, zeep, dan wordt die oppervlaktespanning gebroken. En blijven die deeltjes niet meer zo strikjes op in plaats bij elkaar. En je krijgt een reactie. Dat is spannend. Dat komt daardoor, ja. Door de oppervlaktespanning die gebroken wordt, schieten al die peperdeeltjes weg van elkaar. Ah, mevrouw wetenschapster, hartelijk dank voor uw uitleg. Ik vind het een hele interessant experiment. Was het een beetje duidelijk? Was het niet te moeilijk? Ja, het gaat wel. Het is wel heel spannend. Als men niet gestudeerd heeft... Het is moeilijk.